Het Leids Sportcafé bestaat 21 jaar. En dit moest uiteraard gevierd worden. Dit gebeurde afgelopen vrijdag in de studio van Unity FM. Ja, we staan nu sinds vandaag eigenlijk op eigen benen. Het gaat goed. Er gebeurt nog van alles op het Sportcafé. En het voorziet nog steeds in de behoeften waarvan wij vinden dat waar het Sportcafé voor is. Ja, want wat doen jullie? Ja, we proberen op alle mogelijke manieren sporters verenigingen en mensen die met sport bezig zijn aan elkaar te binden. Dat gaat, de ene keer hebben we daar wat meer raadsleden bij nodig die sport in hun portefeuille hebben. De andere keer zijn het de verenigingen die volop hier zijn. En die vier partijen, verenigingen, bedrijfsleven, politiek en pers, proberen we hier naartoe te halen met de bedoeling dat ze dingen uitruilen. Zonder daarbij gelijk de beurs te ruilen, de beurs te trekken, maar vooral kennis van elkaar opdoen. Leids Sportcafé, hoe belangrijk is dat voor de sport in Leiden? Is heel belangrijk, want je kan met gelijkgestemden overleg plegen over hoe je vereniging voert. Hoe je ledenaanwerving doet. En gewoon kennis maken met mensen uit dezelfde sportwereld. Hier komt sportend Leiden elkaar tegen, met name bestuurlijk en toch ook wel een beetje sponsorend Leiden. Komt elkaar tegen. Dit is een plek die moet er altijd zijn. Wat betekent het Sportcafé voor de Leidse sportwereld? Dat de besturen van sportverenigingen elkaar ontmoeten van de verschillende sporten. Het is de horizon verbreden, ja, dat klopt wel. Tenminste, de mensen ken ik wel allemaal, maar je ziet ze natuurlijk te weinig. Dat is eigenlijk het probleem als je dus eigenlijk clubgebonden bent. Meneer Pater, Leids Sportcafé, waarom is het belangrijk voor Leiden? Dat is heel belangrijk. In ieder geval is het belangrijk dat sporters ook gesponsord kunnen worden. Kunt u één voorbeeld geven voor aankomend jaar wat u in Leiden echt veranderd wil zien op het sportgebied? Ik wil wel 50 dingen veranderd zien. Nee. Ik zou niet iets echt aan kunnen geven wat nou anders zou moeten. Wat ik wel hoop is dat mensen nog steeds meer elkaar gaan vinden zonder af te wachten tot een ander de eerste stap zet. Maar gewoon met elkaar zoeken naar nog meer verbanden dan die er al zijn. Dat kan elke maand bij het Sportcafé. Ja, als je zorgt dat wij weten dat je graag wil komen, dan zetten wij op de lijstje en dan is die mensen van harte welkom. En het volgende Sportcafé is vrijdag 29 maart bij voetbalvereniging GHC.